Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We zijn hier lekker aan het vissen en we vangen gewoon puffervis, precies wat ik nodig heb. Ik ben letterlijk aan het vissen, zodat ik wat puffervisjes kon vangen, zodat wij nieuwe postjes konden maken en een leuke planning voor jullie kunnen doen. Maar wat leuk dat jullie er weer zijn! En zoals je achter me ziet, het schildpaddij is nog steeds niet uitgekomen. Ik weet niet wat ik moet doen, volgens mij is hij dood. Jongens, vandaag heb ik een hele leuke planning en dat had met vissen te maken, maar puur omdat ik die puffervisjes nu heb gevangen, heeft het niet meer met vissen te maken. Ik wil vandaag namelijk reageren op meneer KB zijn spookhuis. Ik moest 2 afleveringen geleden van hem een liedje schrijven door een spookhuis. Ik moet dus een liedje maken, heel kort. Het is een refreintje, dus het hoeft denk ik maar iets van 30 seconden te duren hooguit. En met de titel Piraten en Cowboys staan samen sterk. Piraten en Cowboys, Piraten en Cowboys, samen staan ze zo super sterk. Ja, ze staan samen sterk, ze staan samen sterk. Goed, en dat was natuurlijk voorbij mijn tolpoortje hier bij dit spookhuis van hem. En dan dacht ik als een leuke reactie om hier wat in het water te gaan bouwen. En ik heb echt iets gevonden en ik denk dat heel weinig mensen van jullie daaraan gedacht hadden. Ik zelf ook echt letterlijk tot ongeveer een uurtje geleden heb ik hier ook niet aan gedacht. Maar dat maakt het natuurlijk zo mooi en bijzonder. Ik heb trouwens echt zoveel random dingen opgevist. Name tags, een squid head heb ik opgevist. Allemaal visjes en weet ik wat allemaal. Maar goed, ik heb natuurlijk voor het projectje hier waarop we op meneer KB zijn spookhuis gaan reageren, heb ik al aardig wat blokjes verzameld. Maar ik heb daarvoor heel veel prismarine bricks, prismarine en dark prismarine nodig. En daarvoor moeten we natuurlijk weer onder water kunnen ademen en blablabla. Je kent het, dan gaan we weer, net zoals vorige aflevering, naar de onderwater tempel om daar blokken te hakken. Dus vandaar dat ik de pufferfish nodig heb om een water bricks. Ik heb de hik, sorry. Water breathing potions te brewen. Helemaal vol. Als er dan heel veel... Ik heb echt iets van bijna 10 à 15 stacks prismarine nodig voor de build die ik hier wil gaan bouwen. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Het is een hele bijzondere build die ik ga doen. En het doel gaat zijn dat het een soort van aanvalachtig iets gaat zijn op het land van... Op dit gebied hier. Dus je zou je zeggen een piratenboot die dan het huis aanvalt? Nee, niet helemaal. Het gaat meer iets meer met de natuur te maken hebben. Iets meer met een beest. Dan kan je het al een beetje raden. Maar voordat we gaan beginnen met de timelapse moet ik dus eerst meer van deze blokken hebben. Dus laten we even snel wat potions maken. Zo, dan hebben we in totaal 9 stuks. En allemaal duren ze 8 minuten. Dus je kan in totaal 9 keer 8 minuten onder water blijven. Reken maar uit jongens, jullie hebben 5 seconden. 5, 4, 3... 2, 1, ja? Hè? Je zei toch dat je zo goed te rekenen was? Wat is het antwoord dan? Dan gaan we heel eventjes snel langs de winkelvallei. Want ik wil nog even Respiration kopen voor... Of Aqua Affinity, een van de twee. Oh ja, dat is Aqua Affinity, niet Respiration. Dat zorgt ervoor dat je sneller blokken onder water kan hakken. En dat is precies wat ik nodig heb. Dan duurt het niet zo belachelijk lang elke keer. En daarvoor moeten wij natuurlijk naar de wijze L in het donker. Dus ik hoop dat ik die creeper niet meelok. Hier kunnen wij eventjes kijken. Hier hebben we natuurlijk diamonds. En dan aqua. Daar, hoppakee. Zo, die kost 3 diamonds. Maar dan kunnen we net zo goed een tweede boekje kopen. Nee, laat maar. Ik doe wel gewoon 3. 1, 2, 3. Zo. Snel weer terug naar huis natuurlijk. Ploppen we die op onze helm. Dat kost maar 5 gelukkig. Hoppakee. Oh, ik zie dat ik al Aqua Affinity had. Die heb ik al eens eerder gekocht. Nou, hier heb ik 2. Ga ik gelijk even mending op alles zetten. Mijn tools die moet ik namelijk nog steeds een keertje gewoon... Of mijn tools, mijn armor moet ik nog steeds een keertje gewoon helemaal goed upgraden. Oh, niet genoeg levels voor de laatste mending. Stik er dan maar in. Zo, jongens, dan doen we de armor doen we aan. Pakken wij dit bootje hier. Oh, varen we tegen dingen. Pakken wij dit bootje hier. Gaan we even een stukje varen natuurlijk. En dan komen we hier prachtig aan bij het Ocean Monument. En ik dacht dat ik al die beesten gekild had. Maar blijkbaar zijn er nog een paar. Oké, nou die gaan we dan even zo meteen killen. Dat is geen probleem, jongens. Zetten we ons bootje hier neer. En dan is het tijd om dit hele, nou hele zoveel mogelijk van dit Ocean Monument eventjes te gaan hakken. Tot zo! Daar zijn we weer en we hebben beloofd.
belachelijk veel blokken hier beneden gehakt. Het slaat helemaal nergens op. Had Joris even om hulp gevraagd. Hij heeft hier een beacon neergezet en toen hebben we zoveel gehakt. En je ziet dit allemaal hier nog beneden en je denkt... Oké, dit is misschien niet heel veel als je ziet hoeveel er nog over is. Maar als we hier even naar boven gaan, jongens. En ten eerste mijn inventory bekijken. Dit is al nice. Maar dan heb je deze volledige shulkerbox. En dan heb je deze volledige shulkerbox. En dan heb je deze volledige shulkerbox. Nou, ik heb afgesproken. Joris, die heeft het helemaal niet nodig, maar die mocht die hebben. Dus hij heeft me natuurlijk geholpen en zo. En ik heb het echt nodig. Dus wel als afspraak dat ik merendeels kreeg. Maar... dan hebben we ook als afspraak gezet, belangrijke documenten, oh wauw. Hebben we als afspraak neergezet dat hij dit kan gebruiken. Want hij wil hier een mooie, hoe noem je dat, Guardian Farm van maken. Dan krijg je namelijk oneindig die shards waar je uiteindelijk de blokken van kan maken. Oftewel, dan heb je een soort van oneindige Prismarine Farm. Dus dat gaat hij ervan maken, dat mag je doen. En weet ik wat, dan heeft hij al deze items lekker voor zichzelf ook. Hij heeft een goed shulkerboxjes van gekregen. Ik leen even zijn shulkerboxjes hier. Dus dankjewel Joris voor het helpen. Ik help wel even met je beacon hakken nog. En dan is het tijd om terug te gaan. Oh, hier, goeie. Hij zegt laat de blokjes maar staan. Want dan gaat het natuurlijk in de toekomst nog nodig hebben. Omdat die andere blokken hier beneden nog gehakt moeten worden. Als hij een farm van wil maken, betekent het wel dat je de hele tempel weg moet halen. En we hebben echt al heel veel weggehaald. Maar die beesten zijn gewoon zo irritant. Als ik hier 2 seconden even rondzwem, kijk. En ik zou gewoon even willen hakken voor de leuk. Kijk, nu gaat het waarschijnlijk heel traag, ja. Maar die beesten, die zijn je consistent aan het aanvallen. Je wordt er helemaal gestoord van gewoon. Goed, laten we een bootje pakken en dan gaan we nu echt terug. Als goed stond mijn bootje daar. Ah, kijk, daar is het bootje. Mooi. Nou, Joris en ik onderweg terug naar het piratenland. Goed, daar zijn we dan, jongens. Goed, jongens, we hebben alles op locatie gebracht. Alle kisten zitten nu vol met de blokken die ik nodig heb. Ik ben er hartstikke blij mee. Deze kist kan hier trouwens weg. Daar gaat Joris er weer vandoor. Dag Joris, dankjewel voor het helpen. En dan is het nu tijd om een timelapse te starten, jongens. Waarin wij deze blokken... ik heb er bij lange na niet zo belachelijk veel nodig als dat ik nu heb. Ik heb er heel veel over zometeen, gelukkig. Maar ik ben zo blij met al deze blokken. Dit gaat ook voor de daken in de toekomst heel handig zijn. Dat we er zoveel hebben. Maar goed, laten wij beginnen met het bouwen van onze kraken, oftewel kraken. Die hier het land van meneer KB aan gaat vallen. Die de spookhuis hier zal spoken of weet ik wat. Gewoon aan zal vallen en weet ik wat allemaal. Ik zal alleen de buitenkant nu kunnen doen. Ik wil uiteindelijk ook een binnenkant maken. Want daar gaat het hele prankachtige idee zijn om meneer KB terug te pakken. Maar daar heb ik niet genoeg tijd voor vandaag. Dus laten we beginnen met de buitenkant van de kraken. In 3, 2, 1. Jongens, het is een nieuwe dag. We hebben een nieuw shirt aan. En ik ben eigenlijk een beetje stiekem net wakker. Maar dat is niet belangrijk, want wij hebben hier een prachtige kraken, kraken, monster, zeemonster, weet ik voor wat gebouwd. En ik ben zo blij met hoe het eruit ziet. Het is gewoon echt, als je zo hier op de grond staat, vanaf hier gewoon echt een soort zeemonster dat hier gewoon is aankomen vallen. En weet ik voor wat allemaal. Ik heb er een klein verhaaltje van geprobeerd te maken. Dat ga ik nu aan jullie uitleggen. Het zeemonster is natuurlijk hier het veelste dicht aan de kust gekomen. Hij heeft, zoals je kan zien hier, wacht, heeft hij een schip te grazen genomen. Hij heeft de mast van een schip in een van zijn tentakels, van zijn klauwen, weet ik hoe je het wil noemen. Die heeft hij er helemaal omheen gewikkeld. Dus alle piraten zijn hier bij de mansion, of het spookhuis van meneer KB gekomen. Hebben de kanonnen klaargezet, zijn kanonskogels gaan vuren. En hebben hier, zoals je daar ook al ziet, hier de kanonskogel 1.
van de tentakels los kunnen schieten. En is dus hier helemaal over het landschap gevallen. Dus je moet nu over de tentakel heen lopen om door te gaan. Dus die moeten we uiteindelijk wel een keertje misschien gaan opruimen of zo. Of het pad eromheen maken, weet ik veel wat we willen. Zoals ik al zie, de tentakel loopt hier nog eens zo'n puntje omhoog. Dat hij echt gewoon dat vingertje zo nog heeft, weet je. Of het uiteinde van zijn tentakel. Het was een hele dure build qua blokken. Maar zoals je kan zien, jongens, hebben we nog zo belachelijk veel over. De rest is wel een beetje zo goed als op, wat ik had gebruikt, zoals je kan zien. Maar goed, hij is nog niet helemaal af, jongens. Hier moet ik nog even vuur op doen. Ik wil namelijk een beetje extra explosieschade laten zien. Dat het echt, zeg maar, die tentakel is losgeknald. Dus hier moet nog even vuur. En als het goed is, daar ook nog. Dan heb ik hier een beetje rook hier en daar. Oh, ik val het water. Hier en daar een beetje rook toegevoegd. Zodat er echt ook daadwerkelijk nog meer schade is van die kanonskogels. En dan hebben we hier de mond. Alleen, zoals ik eerder al zei, ik heb geen tijd om het interieur, de binnenkant van het beest te maken. Maar ik wil hier uiteindelijk, waarschijnlijk, nou 100%, volgende aflevering wil ik het zo langzaam naar binnen laten lopen. Nog veel meer tanden toevoegen. En dan in het monster, daar is zeg maar het object voor meneer KB. Of de opdracht, of de weet ik voor wat allemaal. Net zoals dat ik het spookhuis in moest, moet hij waarschijnlijk de kraken in. Hij moet de kraken van binnenuit moet hij hem verslaan. Maar helaas heb ik daar deze aflevering geen tijd voor om dat ook nog allemaal te gaan bouwen. Want dan moet ik al die blokken ook nog verzamelen en weet ik wat allemaal. En dat ga ik gewoon simpelweg niet redden. Dus het komt lekker volgende aflevering. Maar ik ben in ieder geval wel heel blij met het resultaat van deze aflevering. De buitenkant is zo ongelooflijk leuk geworden. Maar laten we heel even snel heen en weer lopen. Want ik wil even een flinterstiel maken. En even die dingetjes aanzetten, die vlammetjes. Man, als ik het zo zie, ik twijfelde echt om deze build ook gewoon bij mijn eigen basis te bouwen. Maar ik wil mijn eigen basis echt een beetje een soort veilige plek laten lijken. En om daar nou een grote kraken te bouwen, dat maakt het een beetje onveilig en weet ik wat allemaal. Dus ik ben blij dat ik hem hier heb gebouwd. Tegenover het huis van meneer KB of het spookhuis. Want elke keer als ik dan onderweg ga naar meneer KB, is die route is ook gewoon extra leuk nu. Niet alleen door het spookhuis, maar nu ook door de kraken. En ik zou eerlijk gezegd ook niet echt hebben geweten waar ik hem had moeten bouwen hier. Want ik wil hier nog een schip bouwen. Dan had ik hem ergens buiten de baai moeten bouwen. Had hij waarschijnlijk net een beetje buiten Rennedissens geëindigd. Dus dat had helemaal niet heel top geweest. Goed, flint is stil. En dan moeten we weer helemaal teruglopen. Deze keer pakken we ook lekker Benny het paard. Benny het brug, de piratenbaas. Hey. Oké, steken we deze even simpel aan. En als het goed is, zal dat niet echt spreiden naar het land. En deze hier natuurlijk ook. Nou, jongens, kijk, dit voegt al gelijk heel veel toe. Nu zie je echt dat er schade is aangericht aan de kraken. Niet alleen de rook, maar ook het vuur wat je daadwerkelijk ziet. Ik ben helemaal tevreden. Dan laat ik de shulkerbox en zo hier allemaal nog even staan. Omdat ik denk dat ik dit natuurlijk de volgende aflevering weer nodig heb. Vooral trouwens, deze blokken bijna niet meer. Ik denk dat ik heel veel netherrack nodig heb. Om de binnenkant natuurlijk een beetje rood bloederig te maken. Maar goed, ook een volgende aflevering wel. Goed, aan het begin van deze aflevering, wat voor mij gisteren was, was ik natuurlijk aan het vissen. En ik ben erachter gekomen, jongens, dat vissen ook XP geeft. Kijk, als ik hier namelijk even een visje ga vangen. En je kan hele leuke dingen opvissen. Hier. Ja, dit zijn al gewoon simpel tripwire hooks. Maar ik krijg wel XP ervan. En dat is serieus best wel heel chill. Maar goed, ik ga natuurlijk niet de rest van de aflevering blijven vissen. Al moet ik zeggen, je kan een rabbit hide opvissen. Wat gek. Maar ik wil gewoon even laten zien dat ik daar blijkbaar XP van krijg. En dat dat heel handig is als we in de toekomst een keer even iets van vissen nodig hebben of zo. Dat we dan ook gelijk XP krijgen. Spannend, Lieren. Maar goed, jongens. Het is nu natuurlijk tijd voor wat anders. Als het goed is, heb ik met Robin afgesproken. Hij zou deze kant op komen en wat eten voor mij meenemen. Want mijn eten is helemaal op. En hij had een leuk idee, zei hij. Dus als het goed is, zal elk moment hier nu een olie-sheik verschijnen. Dus we wachten heel eventjes geduldig af voordat hij er is. Hallo? Oh, daar ben je! Oh, ik zag je helemaal niet. Hallo? Hoi. Hoi, dat klinkt je ver. Hallo? Kom boven. Kom gezellig boven. Jij had een idee. Je hebt eten voor me meegenomen. Ik word een beetje geïntimideerd door jou. Hoezo? Oh, oh, sorry, ik heb mijn arm eraan. Ja, sorry. Hallo, hallo. Ah, kijk, hallo. Welkom. Kom binnen, kapitein Snavel, die is er nog. Ja, goed. Is dat mijn eten? Nee. Mag ik alsjeblieft eten? Je zou eten voor me meenemen. Oh, lekker, dankjewel. Hey, jij had een leuk idee. Zeg het eens. Wil je dat betalen? Ja, dat krijg ik zo. Dat krijg ik zo beneden. Moet ik even beneden pakken, zo meteen. Oh, oké. Ja, ik had een idee, want ik had, ik ben druk bezig thuis. Ja. En mijn tools die gaan elke keer kapot. Ja, ik merk het ook. Mijn armor is bijna stuk. Mijn schep, weet ik wat allemaal. Precies, ja. Dus ik dacht, we moeten daar even wat aan doen. En ja, maar jij hebt nog een XP farm. Ja, maar dat werkt niet snel. Dat is een traai, ja, klopt. Je hebt, die skeleton farm is chill, maar hij is niet extreem snel.
Nee, de skeletonfarm is leuk voor de spullen natuurlijk, maar het is niet echt voor de XP. Zo nee. Van joepie, nee, 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 dat klopt. Van feesttoeter. Dus ja, ik had bedacht wat kan wel. En toen dacht ik, laten we gewoon een Enderman farm bouwen. Maar ik dacht, ja, daar heb ik wel hulp bij nodig. Dus ik wilde jou eigenlijk vragen of wat hulp. Sure, leuk, let's go. Enderman farm? Ja. Heb je de spullen? Of? Nee. Oh, dus moeten we alle spullen nog verzamelen? Ja, dat wel. Maar volgens mij is een Enderman farm een van de makkelijkere farms om te maken. Althans, ik snap volgens mij wel hoe dat moet. Jij volgens mij ook wel. Niet helemaal. Nee. Pak wel even een tutorialtje erbij, kom maar goed. Precies. Oké, als jij... Wacht, ik ga even kijken wat voor spullen ik heb. Dan krijg je gelijk mijn diamonds. En laten we dan gewoon... Kom je binnen, hier beneden? Of welkom. Dank u. Je krijgt één diamond van me voor het eten. Zo, hoppakee. Dank u. Alsjeblieft. Heb je hier een enderchest staan? Ja, dat is deze. Dan pak ik het net uit. Oh. Oké, laten we de spulletjes verzamelen en dan gaan we die kant op. Robin, we hebben alle spulletjes. Ik heb voornamelijk de redstone spulletjes en wat leaves. En jij hebt meer de bouwblokken, toch? Ja, dat klopt. Oké, mooi. Mooi. Waarom lopen we achteruit? Ja, zo zie je niet wat er achter je komt. En dan, oh, ik vind het wel heel eng, hoor. Ik heb ja, ik zo ook. Net oh, wow. Komt of zo en dan vallen we. Nou, er is geen muur hiernaast, dus dat had spannend kunnen zijn. Dus kan je zo eraf slaan? Nee. Nou, we zijn er. We zijn er. We gaan naar de end gewoon. Wat spannend weer. Oh ja, ik vind het spannend, ja. Zo spannend. Hallo. Oh, niet doen. Ik schrik me helemaal kapot. Oké, waar gaan we hem bouwen? Oh, ik kijk waar een Enderman aan. Ik kijk wel een Enderman aan. Volgens mij heb ik er een aan gekeken. Ja, ah ja, lekker even. Niks. Hoppakee. Waar gaan we hem bouwen? Waar zit het denk ik kan... Natuurlijk wel ook gewoon meteen hier. Oh, ja. Kijk, dan halen we dit zo weg. Dit hier. Oh, ik dacht ik wel sneller zou hakken. Ja, als we dit nee, zo weghalen. Dan we wel vanaf hier. Ja, ja, maar dan haal ik dit weg. En dan is het gewoon een recht pad. Oké, okay, dan moet jij hebt het tutorial klaarstaan, toch? Want ik heb echt geen... Ja, ik zei ja, wel ik dat ik beter moet weg, maar ik heb echt geen idee, eerlijk gezegd. Ik heb hem bestudeerd en dit gaan we gewoon doen. Oké, dit gaan we gewoon doen. De bedoeling is dat we... Man, als we hier doodvallen, word ik echt verdrietig. Dan ben ik echt allemaal goede spulletjes kwijt. Dit moet toch? Nee, dit vind ik zo niet leuk. Dat doen we doe ik het verkeerd? Ja, nee, dat moet wel gewoon een beetje netjes natuurlijk. Ik dacht, ik doe het netjes. Oké, okay, ik ja, vind het niet okay, leuk we moeten, om deze 128 doen. Blokken moeten we weg. 128? Ja. Oh, meisje, ik ben niet gaan tellen. 1, 2, 3, zijn gewoon twee 4, stack leaves. 5, 6. Oh, het zijn twee stack leaves. Zal ik anders het pad meteen wat breder maken dan? Ja, maak jij hem breder. Ik ga twee stack leaves opmaken. Hopelijk niet in de void vallen. Heb jij twee stack leaves? Ja, ik heb twee stack leaves. Oh, twee stack leaves. Ja, twee stack leaves. Twee stack leaves. Oh, ik ben heel bang. Ik hou echt niet van de end in dit geval. Nee, maar wij houden wel van het resultaat. Ja, dat klopt. Maar ik ben bang dat mijn vinger me... zeg maar... Ja. Dat mijn vinger me verraadt en dat ik gewoon mijn pinky loslaat en dat ik dood ga. Dat denk ik echt. Dat je gewoon dat een spasme alles kwijt. Je pinky. Ja, oh, dan ben ik alles kwijt. Mijn netherite, mijn ik voor wat allemaal. Ja, fijn. Nou, zou ik heel verdrietig worden. Zo, moet ik hem nu maak ik van deze kant wat breder, oké? Ja, uiteindelijk maken we hem 3 breed pad. Ja, ja, daarom. Dus als we dat even snel doen, is dat gewoon maar ik heb gedaan. 2 stacks en ik heb er nog 6 over. Ja, maar... Oh, nee, dat klopt. Maak maar af. Dat klopt inderdaad niet wat ik heb gedaan, want ik had aan het begin het pad verpest. Dus maak maar 6 langer. Ja, toch? Ja, dat moeten we tellen. Nee, ik ga echt niet tellen. Echt niet. Oké, maar dit klopt wel, dit klopt wel. Volgens mij moet het gewoon meer dan 2 stacken. Als het verder is, werkt het toch ook? Het gaat erom ja. Dat de Endermans, zeg maar, die kunnen niet spannen op de leaves. En het moet achter 128 blokken ver weg vandaar, zodat ze daar niet gaan spannen, weet je? Ja, dat is het hele idee. Ja, dan gaan we verder. Ik heb prachtige blokken meegenomen. En weet je, die leaves komen straks wel. Ja, leg jij eens uit wat we moeten gaan doen. Ik vind het echt niet leuk hier, maar ik vind het helemaal prima. Kijk eens wat een mooie blokken. Oh, bruine blokken. Dat zijn jouw... Oké, jij doet je ding. Wat moet ik doen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ik ga kijken, ik uitteld. Nee, jij doet maar even na aan de andere kant. Ja, ik dacht dat je blokken weggooide. Ik bouw gewoon jou na, oké? Okay? Alles wat jij doet, doe ik na. Ja, zijn dat het een 9? Dat weet ik niet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee, ja, oké. Okay. En dan nou ik er toe. Hé, toch. Jongens, wie had dit okay, gedacht? Oké, en dan? Helemaal dicht? Ja, behalve de 3 in het midden. Zeg maar, behalve drie. De 3 in het midden, oké. Okay. Ja. Volgens mij doe ik het al verkeerd. Nee, je hebt het goed gedaan. Oh, ik heb het al goed gedaan. Ja, oké. Okay, zo, zo werkt het. Oké, okay, dan heb jij dingen zoals hoppers mee? Ja, ik heb hoppers bij me. Ik heb alles gepakt wat jij zei dat ik moest pakken.
Ja, precies. Oké, okay, dan zet de hoppers maar naar dat blokje toe. Zo? En dan... Ja, helemaal vullen. Zo. Heel goed. Oké, okay, dan kunnen we hier lopen. Oh, dat vind ik heel fijn dat ik hier lopen ja, staan. Precies. Maar dan ga ik het even... Oké, okay, hier moeten we nog... Oh, het heel eng maken. Nog drie hoppers. Oké, okay, daar tegenaan weer tegen die muur? Ja, ja. Hup, hup. Maar dan komen ze tegen de muur aan, hè? Dan gaat het nergens heen. Tegen die muur aan. Oké, okay, tegen de muur aan. Sorry, ik doe het. Kijk. Ja? Kijk uit dat je niet valt, alsjeblieft. Ja, en dan? Ik vind het leuk, denk. Dan drie hoppers vanaf hier plaatsen. Die heb ik niet meer. Ik heb geen hoppers meer. Droppers. Tegen dat aan? Ja. Zo. Ja. De tegenaan? Ja. Oké, okay. En dan? Oh. Maar ik brak hem bijna. Ik zag het. Ik schrok ervan. Ja, ik heb daar niet nog een dropper mee. Als die viel, moesten we het niet meer halen. Dan moeten we hier op servers. Waar tegenaan? Want die maakt echt heel... Dat is heel belangrijk welke kant die op kijkt ook. De ene moet die kant op kijken. Dus zo. Oh, ja, dat is de verkeerde kant op, die hè? Zo. Nee, die is goed. Die is goed. En deze hier tegenaan? Juist. Nee. Oké. Okay. Wacht. Oh, ah! Ik heb hem en dan. Jawel, hij moet gewoon tegen die aan. Maar ik dacht dan... Zo, ja, nee, nu doet het goed. Zo, kijk, nu gaat hij heen en weer de hele tijd. Nou, hebben we een klokje. Ik hoor het. Wat irritant. Hoor je dat? Ja. Heel irritant. Dan moet je hier even een lever op plaatsen. Op die? Op deze? Ja. En dan drie redstone dust hierop. Drie redstone dust hierop. Konk, konk, konk. Heel goed. En dan halen we hem even over. Oh, oké. Dat vind ik fijn. Gewoon even lekker stil. Dan is het even stil. En dan? Yes. Oké. Heb jij carpets meegenomen? Ik heb alle carpets meegenomen. Nee, gewoon normale carpets. Lelijk. Oké. Dan mogen die over de hoppers. Zo gezellig. Zo gezellig. Hoppakee. Een lekker tapijtje gewoon. Een lekker tapijtje voor de Enderman zometeen. Dan kunnen die hier veilig op staan. Gewoon. Juist. Ja. En nu moet ik even kijken. Volgens mij moest deze nou weg. Oh. Hou eens op, hé. Niet ja, zo, sorry. Ik ga wel gewoon op dit ding staan, zo. Heb jij slabs meegenomen? Ja, ik heb houten slabs. Die matchen met de mooie bruin van jou. Prachtig, inderdaad. Die mag op het buitenste randje. Helemaal? Ook over de dinges? Ook over de leaves? Over, nee, niet over de leaves. Oh, oké. Okay. En hier dit gat. Zo. Ja. Oké. Okay. Nu voel ik me al iets meer veilig. Nu krijgen we een soort muurtje, waardoor we er niet meer echt snel af kunnen vallen. Ja, je kan gewoon overheen lopen, man. Precies, ja. Goed. Ben je klaar voor de volgende stap? Ja! Dat komt in de volgende video. Nee, grap. Maar je was wel even bang. Ik was wel even bang. Ja, precies. Dan gaan we nu de hoogte in. Oké. Okay. Ja, ik zal het even voordoen. Is dat goed? Ja. Begin ik wel hier, dat is makkelijker. Met dirt? Ja, dat is eigenlijk. Dat gaat nu gewoon weer weg. Maar heb je ook dirt voor mij? Oh, die is hier. Pak ook even mee. Nee, maar nu is het gewoon heel simpel. Dit moet ik nadoen? Ja, dat kan. Oké. Okay. Want nu gaan we dit gewoon helemaal dichtmaken. Helemaal? Ook dit zo? Ook dit. Over de leaves heen. Ook over de leaves heen. Shit. En over de slabs heen? Ja. Dit vind ik nu weer eng. Net was het veilig, maar nu vind ik het weer eng. Nee, dit is toch helemaal niet eng? Jawel, dit is wel... Oh, jij gaat er gewoon veilig onder staan. Oké, okay, en dan sta ik erop en dan? Ja, dan denk ik dat jij daar wel even op kan blijven staan. Okay. Maar trouwens, waarom doen we dit nou? We zijn echt dom. Wat? Oh, nou, maar nu kunnen de Endermensen niet meer doorheen vallen. Nee. Het moet wel 3x3 blijven, zeker, dit gat. Ja. Oké. Okay. Ja, nou hebben we iets voor carpets nodig, weer. Dat heb ik. Dat heb jij. Dan mogen die helemaal daar worden geplaatst. Overal, hier zo. Ja. Oké. Okay. Ja, maar wacht even, want ik kom wel heel eventjes die kant op, want... Het is basically nu ook een tutorial voor jullie, jongens, want Robin is de tutorial voor mij aan het optellen en dan krijgen jullie ook de tutorial mee, soort van. Kijk, dit is dat hoe gaat je dan weer niet goed. Dit zeg jij dat ik moest doen! Ja, maar yes. Ik zei dat het maar alles behalve de binnenste rand of zo. Ja, precies, ja. Zo. En ook zo. Huh? Ja. Dit zorgt ervoor. Dit heb ik gehoord, het is een tip van Flip. Ja? Dat dit zorgt voor increased spawn rates. Dus de, dus gaat het nog beter. Spannen er nog meer endermens. Helemaal weer rondom, zoals dit. Helemaal rondom. En dan gaan we hier weer twee even omhoog. En dan weer deze. Weer eens zo? Ja. Oké. Okay. Dan hebben we nu gewoon een... Ja? Een, gat. Ik ga er vast op staan, want ik denk dat we hoger moeten. Wat zeg jij? En nu? Hier moeten zeker ook weer carpets op. Nee. Oh. Nou moeten er allemaal van dit soort ringen. Hoeveel? 13. En hoeveel zit er tussen? Elke keer twee en dan één. Maar, zal ik even handig doen? Hallo? Ja? Hallo? Ja? Hallo? Ja, zeg maar. Wat is handig? Nou... Heb je scaffolding bij of zo? Nee. Oh. Maar, daar wilde ik voor zeggen dat het misschien handig is als ik jou gewoon... Jongen!
Wacht nou eens even. Ja, ik ben aan het doorbouwen. Ja, dat is niet de bedoeling. Ja, dat is wel de bedoeling, maar... als ik jou nou gewoon één enderpearl ga... Kom dan gewoon deze kant op. Als ik jou nou gewoon een enderpearl geef... Ja? Wat dan? Dan kun je zo meteen gewoon naar beneden. Oh, maar... is het water daar niet handig voor? Ah, trouwens, dit is echt een scheid idee. Wat, die enderpearl? Nee, want we moeten bovenin zo meteen ook gewoon een platform nog maken. Ja, maar neem maar gewoon die chocobox mee dan. Oh shit, die was ik wel bijna vergeten. Die chocobox, als je die meeneemt, dat is handig. Ja, ik blijf wel gewoon ringen bouwen. Hoe kom ik nou boven? Hier, enderpearl. Oh ja, goeie. Als je dit redt, dat zou serieus wel heel cool zijn. Ga ik niet proberen. Nee, hoezo niet? Het kan niet zoveel fout gaan, maakt niet uit waar je hem raakt. Je gaat er toch niet afvallen. Ja, jawel. Er kan gewoon niet zoveel fout gaan. Hoeveel heb je er al? Weet ik niet, ik heb niet geteld. Ja, tel wat jij is dit even, nou? Tel even hoeveel het zijn, al zijn. Oké. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ik weet ook niet waar ik ben. Het zijn er in ieder geval meer dan 4, dus je tellen klopt nog niet helemaal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hé. Hey. Hallo, wat zijn het er? Hé. Hey. Wacht even na deze. Anders kan ik echt niet goed tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shit, ik zoom er in en uit. Oh, tel maar gewoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hallo. Hallo. Oké. Nee. Oh. Hier gaat... Wow, ik heb echt een hele hartverzakking, ja. Oké, je moet nog even door. Hoeveel? Shit, natuurlijk. Dit is 10, volgens mij. Dit is de 10e, ik ga het nu al vertellen. Komt-ie? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10. Dit is bij mij 11. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal boven de carpets is 1. Ja, die zie ik daar toch nu boven de carpets. Nee, boven is 1. De carpets is de eerste. Ja, die zie ik toch. Nee, dat is het echt 10. Dat is dan boven de carpets, of bedoel je de vliegende boven de carpets? Ja, is de 1. Vliegende boven de carpets. 1, oh ja, dan is dit 10. En hoeveel moesten er? Nog 3 dus. En we weten zeker... Oh, ik hoop echt dat het goed gaat. Als je, ja, als nu... dit gaat goed. Nee, maar dat je goed geteld hebt. Ik heb heel goed geteld. Hoezo is boven de vliegende dit is echt, pas de als eerste? Als je dit vanaf het eiland ziet, is het echt een strontspoor waarschijnlijk zo. Strontspoor, wat bruin is. Je gaat dan ook een Enderman Farm bruin bouwen. Ik vroeg nog aan jou, wat voor blokken moet ik meenemen? Jij zei, ja, doe maar bruin. Ja, bruin is gewoon, dat matcht wel een beetje met jouw poephoofd. Is dit de laatste? Ik heb niet meer geteld sinds die 10e. Nee, ik ook niet. Maar volgens mij wel. Oké, en dan nu? 13, ja. Oké. Heel goed, Max. Ja, dankjewel. Goed gedaan. Ja, dat heb je goed gedaan. Want dat had ik niet alleen gekund, dit allemaal. En nu? Moet je er nog even één dingetje op doen? Gewoon echt er meteen op. Zo? Ja. Oké, en dan? Oké, dan kom ik heel even naar deze kant. Maar dan halen we dat wel weer weg. Ja. Dan moet er vanuit elk middenstukje, dus het wordt gewoon zometeen een heel groot vierkant. Ja? Moet je 13 blokken weg. Toevoegen. Eraan. Toevoegen. Dus niet zeg maar dat dit 1, dit is 0 en dit is pas 1. Nee, 13. Dat zeg ik niet. Is dit dan 0 of is dit 1? Zeg maar dit. Dit is 1. Dit is 1 waar we nu op staan, ja, deze. Ja. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dus dan zouden wij, nu als we zo naar elkaar toe gaan, een mooi vierkantje maken. Oh, dat vind ik echt weer heel eng dit. Nu zitten we weer heel hoog over de void. Trouwens, dat maak je toch sowieso een vierkantje? Oh. Kan je mijn chocobok plaatsen? Dat is een domme plek. Wat ja, echt. Nu gaat het vallen. Oké. Pak hem. Oh. Dat ging hier bijna. Ik schrok echt heel erg. Ik dacht echt even dat de chocobox naar beneden ging vallen. Daar zaten zeker nog meer blokken die we nodig hadden. Ja. Oh. Dit moet helemaal opgevuld worden, hè? Ja. Dit is zeker het platform waar ze gaan spannen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik hoop dat zij op terracotta kunnen spannen. Jawel, toch? Dat is gewoon een solid steen. Maar ik heb er nog geen eentje zien spannen. Nee, dat bedoel ik. Dat vind ik wel heel eng, dat ik er nog geen eentje heb zien spannen. Waarom zouden ze niet op terracotta kunnen spannen? Ja, weet ik ook niet, maar ik heb er nog nooit eentje gezien in mijn gebied, dus... Dat zeg je nu. Dat zeg je nu. Als ze niet op terracotta kunnen spannen, weet je hoe... Dan moeten we alles vervangen. Nou trouwens, alleen zeker dit platform hierboven hoeft dan vervangen te worden. Nee, alleen het platform hierboven neem ik aan. Maar weet je wat, ik zal wel heel even de Google technoot gaan uithangen. Ja, doe jij checken. Heb je, is dat de goede lengte dat? Dan ga ik verder bouwen. Ja, het is allemaal de goede lengte. Zal ik het even opzoeken?
Ja, het feit dat ik nog geen Enderman heb gezien vind ik echt helemaal niet leuk. Ben je nou echt luid aan typen zodat het voor de video leuk is? Ja. Enderman moeten spannen op een solid blok. Dit is een solid blok. Ja. Dus dat komt 100% goed. Ja, ik mag het hopen, maar waarom spannen ze dan nu nog niet? Ja, weet ik niet. Maar kom nou eens helpen, joh. Je bent er een beetje aan het staan met je blok in je handen, maar het laatste blok is. Jeetje. Ik ben al die drollen weer aan neerleggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, dan ben ik toch ook een rekenwonder. Je kan tot 13 tellen, je bent inderdaad echt een rekenwonder. Oh, oké. Okay. 15 is dan weer een beetje moeilijk, want... Dat is weer twee stapjes te ver. Ja, waarom spant er niks? Zijn we wel genoeg blokken weg? Kijk, dat zou nog erger zijn. Dus, ja. Ja, dat zou echt... Dat ja. Want had jij naast jouw stack die jij hebt gemaakt, had je toen ook daar blokken eerder geplaatst? Nee, toch? Ik heb helemaal geen idee meer. Maar volgens mij kun je anders dan gewoon toch die blokken daar weghakken. Al mochten er... Oh, ja. Toch? Dan zouden we daar blokken inderdaad weg kunnen hakken. Hé, ja, ze spannen! Ja! Oh, gelukkig! Oké, okay, het is niet allemaal voor niks. Ik was echt al bang, wist je dat? Ja, ik was echt bang dat we moesten nagaan denken over alternatieven en weet ik wat. Mijn blokken zijn weer op. Waarom plaats je ze zo? Ah, ik dacht... Kom eens even brengen. Ah! Dat was heel erg. Hier sta je lekker veilig. Je kan springen en rondrennen. Oh, ik vind het niet fijn dat die Enderman hier zo staat. Jawel, ik ben er heel blij mee. Het is fijn dat ze spannen. Oh, sorry. Ik vind het fijn dat ze spannen, maar... Ze hadden ook wel heel even nog kunnen wachten met spannen. Nee, dit vind ik goed. Moeten we dan zometeen zo'n... Volgens mij moeten we dan zometeen zo'n beestje in het midden zetten, toch? Ja, en daar heb je Enderpuls van. Dat is de enige en hoe gaan we die weet. Dan noemen? Ik heb al een nametag. Hij heet Kipsaté, de nametag. Hij gaat Kipsaté heten, sorry. Ik wist geen andere naam. Juist. Maar we spannen okay. Er maar zo weinig. Oké, het ben hele... Ik een beetje bang voor. Platform... Het zijn er vier... Oh, ik kijk hem bijna aan. Het zijn er vier. Maar mijn dingen zijn... Oh nee, niet op. Hij is helemaal opgevuld, Robin. En nu? Nou, moeten er trapdoors. Ja, die behalve heb jij. In het midden, volgens mij. Ja. Dat doe je echt goed, dit. Ik denk dat deze verkeerd is, want deze gaat nu zo open. Zie? Juist. Dus ik denk dat je deze verkeerd hebt geplaatst. Heb je extra bij je? Ja. Weet je het zeker? Ja. Okay, anders zou ik het toch niet zeggen. Oké. Okay. En nu? Nou, nu moeten we iets heel belangrijks doen. Ja. En dat is weer iets spannends. Ik ga ze even dicht doen. We gaan ze even voor de veiligheid dicht doen. Ah, hij duwt mij. En dan ben ik zo uit. Je zag het. En nu? Even kijken, plaats ik even hier. Ik moet even 1, 2, 3. Ja? Dan heb ik een ketting nodig. Die heb ik? Die moet hier geplaatst worden. Oké, om... Oh nee, oh nee, oh nee. Ik kijk er één aan. Ik kijk er één aan. Omdat ik hoger zit. Ik heb hem afgewacht. Oh mijn god. Kom maar hier, jongen. Kom maar, knul. Hoppakee, oké. Onder jou? Nee, op mij. Hier, zo. Hier, zeg maar. Oh, ja, oké. Moet je wel er vanaf gaan? Nee, dit is goed. Ja, dan kan ik het toch niet plaatsen nu? Hij staat er toch al? Oh, je zei nee! Ja. En dan? En nu? Dan moet deze zo. Ja. En dan moet je daar een carpet op doen. Een carpet, dat kan ik. Ja. Ja. En dan moeten we even hier een... Heb jij dirt? Ja. We moeten hier, moet die kipsaté hier. Ja, maar ik vind het even spannend dit moment wat we nu allemaal aan het doen zijn. Ja, maar we moeten even een kooitje maken dat hij hier kan komen. Oh, dus gewoon zo? Ja, ik weet het even niet. Gewoon wacht zo, even. Een kooitje zoals dit? Nee, zo. nee, maar. Oh, ik snap je. Waar moet dat ding opkomen? Wacht eventjes, ik ga eventjes mijn lampje pakken. Ja. Even nog een keer kijken hoe dit ook weer moet. Ik heb tot het moment van... Ik doe maar gewoon. Uit. Heb jij veel dirt? Ja, nou niet veel, maar genoeg. Kijk eens. Dit is lekker. Oké, okay. Weet jij hoe je zo'n ding moet spannen? Ja, dan moet je gewoon in de end moet je enderpuls gooien. That's it. Juist. En hopen dat het goed komt. Hoeveel enderpuls heb je bij je? 2. Nou, misschien is het al genoeg. Moeten we... Oké, okay. Hij moet zeg maar... Zo. Ja, heel goed. En dan daar moet... de Minecraft. Nee. Ofwel. Ja, want dan kunnen we hem daarna duwen. Dan kunnen we ja, hij moet zeg maar op het blok op de van de... Ja. Ja, oké. Okay. Dus dan probeer daar maar te gooien. Daar zeg maar de endermite, op dat blok. Ja. Dan gooi de enderpearl maar. Misschien met een beetje geluk doet hij het. Oh ja. Oké. Okay. Komt hij, hè? Ja. Nee. Nog een keer. Nee. Dan moeten we meer enderpearls gaan regelen. Juist. Ik heb hier nog één. Oké, okay, maar laten we eerst even deze enderman hier gewoon killen. En dan hopen op...
Het beste. Het beste, inderdaad. Hier, kom maar, kom maar, kom maar. Ik heb looting op mijn zwaard. Jij? Oh, nee, ik niet. Doe jij maar dan. Heb je er één? Nee. Je hebt looting en je krijgt er niet eens één. Looting twee zelfs. Ja. Ja, kijk, goed zo, hier. Wat een slechte farm, zeg. Ja, maar dit is ook niet de farm. We hebben een farm op een farm. Ja, dat snap ik. Maar de farm is niet aan het farmen, want... Het is een farm op een farm. Mijn blokken zijn op. Heel creatief ga ik naar boven bouwen. Zo. Dan gooi ik hier de enderpearl, komt-ie. Nope. Misschien jij? Nope. Nope. Ja, dan moeten we toch echt terug naar het vasteland heen en weer. Nee! Heb jij water bij je? Nee. Ja, wel. Oh ja, nou, dan komt het helemaal goed. Ja, laten we dit rare ding even hier weghalen. Wacht, laten we dit rare ding... Niet ja, ga jij maar slaan. Nee, ik ga niet slaan. Ik ben even druk met iets anders bezig. Maar, we moeten even kijken, want hier staat ook nog een deurtoren. Die moet ook nog weg. Die hou ik wel weg, oké? Je hebt water. Ja, dat zal wel weer. Doei. Doei. Ik ga wel veilig met de deurtoren naar beneden. Voel ik me wel redelijk veilig onder. En daar komt hij. Nou. Oh, dit water kan ons ook redden als we per ongeluk naar beneden vallen. Ik vind het heel eng dat ik hierover... Ah! Oké, klaar voor? Klaar voor. Terug naar het vasteland. Oké, doe jij maar vast... Ja, haal maar even in. Ah. Ja, dan doe ik nog even die brug breder maken hier. Oh ja, dat is goed. Ga jij maar gewoon vast... Nee, ga jij maar gewoon vast Endermans killen. Nee. Jij hebt looting, ik niet. Nee. Er staat een Enderman naast je. Ja. Doei! Dat was heel gewaagd. Dan slaat hij me eraf. Max, ik vind... Waar maak je dat nou weg? Nou, hier moet denk ik ook liefst. Ja, ik weet het helemaal niet. Moet dat... Oh, ik kijk bij een Enderman staan. Dat moet dat hier boven, rechts boven ons moet ook weg, want daar spannen ze ook. Ja, dat doen we wel even. Doe jij dit hier dan? Doe ik het boven. Oh. Kom hier. Kom nou gewoon hier. Ah. Oké, ik heb er weer één. Wist je dat het maar een 5% kans heeft? Wat? Dat die dingen spannen. Een Endermite? Ja. 5%! Oh Max, we hebben het echt, denk ik, echt even verjoopt. Wat dan? Is daar nog veel meer? Kijk, daar... Steekt het ook nog heel ver steekt uit. Steekt het ook nog heel ver uit. Ja, maar dat is diagonaal, dus dat zou niet zo erg moeten zijn. Kijk, dat ziet er wel goed uit. Wat een poepding. Ik ga wel vast een Enderman ding farmpje maken hier. Een kleintje. Max, ik denk dat we het echt niet goed hebben gedaan. Jawel, ze spannen er toch net boven. Maar anders doen we daar gewoon water, daar links. Ja, of plaatsen gewoon heel veel buttons of carpets of zo. Oké, water. Kijk, dan komen Endermans, kom allemaal mijn kant op gezellig. Oké, welkom, welkom. Welkom, jij bent welkom, jij bent welkom, jij bent welkom. Wat is makkelijk om ze eigenlijk te lokken? Je hoeft alleen gewoon even aan te kijken. Zo, jij bent welkom, jij bent welkom. Oké, jij hebt looting, maar ik ga wel gewoon verslaan. Ja, dat is goed. Pak jij ze, jij hebt ook zwaard. Dat is een sweepjes gelijk. Goed zo, pak ze. Slow. Ja, ik ga er maar heen. Ah! Oh. ik voel me niet veilig hieronder. Hoeveel heb je er? 14. Oeh, oké, laten we even nog iets meer doen. Even gewoon zoveel mogelijk. Als we namelijk weer heen en weer moeten, zou zonde zijn. Ah! Hoeveel heb jij er dan? 0. 0? Ja, 0. Jij pakt ze toch allemaal op? Ik laat jou slaan. Ik heb er 17. 17. Gaan we daarop gokken? Ik denk het niet, hè? Nee, we gaan voor 20. We gaan voor 20 in totaal. Dan hebben we 20 keer 5% kans. Komt ie? Dus dat betekent dat als je 20 keer 5 doet, heb je 100% kans uit die 20. Is dat hoe het werkt? Dat is rekenen. Ik heb nog nooit zo'n domme berekening gehoord. Hoeveel heb je er nu? Maar ze noemen mij ook wel de zoon van Einstein. Oh. 19. 19. Ja, dus dat is 19 keer 5%. 95%. Nee, ze hebben nu een 95% kans dat het ding spant. Hier, ik klok deze en... Ah! Dus dat betekent dat we bij de 20ste enderpearl die we zo meteen gooien, dat daar door dingen komt. Ah, oké. Okay, maar ik heb er nu 21. Even. Dus we hebben 105%. 105. Wacht, dan kom deze nog even pakken hier. Er waren in één keer wat meer. Ah! Kom nou gewoon niet... Jij moet ze niet doodmaken. Doe ik toch ook niet? Ik sla ze alleen, maak ze zwak. Ja, hoeveel heb je er nu? Goed, ik heb er 24. Oké, 24 is goed genoeg. Ja. Hebben we meer dan 100% gegeven? Ja, dat is 120%. 120% kans. Kan niet fout gaan nu.
Dat is zo niet hoe het werkt. Nee. Al die wiskunde-nerds gaan nu in de comments. Nee, dat klopt helemaal niet. Dat is mijn percentage helemaal niet. Auw! Ik dacht echt dat ik viel. Dat is de snelste. Ik ga je herhalen. Ik ben er al. Ik viel bijna. Kijk, de okay. Enderman spannen gewoon. Het zijn er veel. Ja. En nu? Ja, die Endermite, hè. Oh ja, tuurlijk. Maar ik heb geen blok eigenlijk dirt. Wacht even, kom eraan. Oké. Okay. Ja, gooi maar weer. Daar gaan we. 120% kans. Eerste 5%. Nee. Tweede. Nee. Derde. Nee. Nee. Dit gaat helemaal fout. Dit gaat echt heel erg fout. Ik hoop fout. Echt dat het reeks, anders moeten we weer al die enemies killen. Kom maar. Ik had nog maar... Ja, ik had een half hartje. Ik moet heel even wachten. Oh, zou ik het even doen? Oh, kom maar. Ja, dat mag ook. Oké, okay, daar komt ie. 1. 2. 3. 4. 5. Ben ik allemaal op de 100%? Ja, bij 20, hè. Hoeveel heb je er al gebruikt? Als ze deze op zijn, zijn er dan 20 op? Nee, toch? Nee. Oh, god. Kom op! Kom op! Zo wordt het ding te spannen. Ze zijn op. Kom maar met de nieuwe. Hoeveel heb je er nog? Deze 4, dan maak je 100%. Oh, dus de laatste zou de 100% zijn. Ja. Nog 2. Dus dat betekent dat uit deze een Endermite moet komen. Als jouw berekening klopt, komt hij. Nee, die berekening klopt niet. Hier, ga jij maar weer. Nee. Hier, ga jij maar weer. Maar dit werkt niet. Ja, maar zo wordt hij toch te spannen. Dit is toch hoe je een Endermite spant? Nou, dat denk ik niet. Jawel, volgens mij span je op deze manier een Endermite. Nou. Ze zijn... Oh. Maar nu kunnen we wel weer hier de mob farmen. Ja, nu kunnen we hier de mob farmen maken. Oh, jee. Het zijn er heel veel. Jij killt ze allemaal? Ja, blijf maar gewoon staan. Blijf dan bij mij staan, anders loop je over rondjes. Ik sta gewoon stil. Auw, auw! Ze lopen rondjes. Ik zal deze kant op. Dan lok ik ze weer deze kant op. Dan lok ik ze weer deze kant op. Jee, wat ben jij moeilijk. Hoeveel heb je er? Hoeveel heb jij er? Ik heb er 13. Ik heb 5. Oh, nou dan kunnen we alweer even... We hebben bijna weer 100%. Ja, bijna weer inderdaad. Nou, ik doe eerst die eerste 5 wel. 1. Weet je zeker, dit is toch hoe je een Endermite krijgt? Ja, volgens mij wel. Of moet je dan niet op de... Misschien dat we op die trapdoors, op die dingen staan dat het niet werkt. Dan kan ik eerst dit ding wel weg. Nee, wacht eventjes. Ik, Oké. Okay. Ja. Waar die rail moet op het blokje, doen we op het blokje niet boven de ding. Ja, dat is deze, dat had ik. Nee, ja, niet erboven. Ja, dat is niet erboven. Heb je nu niet erboven? Nou, hij staat nu niet erboven, net ook, eigenlijk dat niet. Niet waar. Jawel. God, wat is dit vervelend, zeg. Hoeveel heb je er nog? 10. Hoeveel hartjes heb je nog? Ja, niet zoveel. Oh, dat is lang. Ja! Ah! Ja, er is er één! Ja, pak hem! Yes! Pak hem! Oké, kip z'n thee! Pak hem! Nee, wacht. Hij maakt me dood! Kom! Ga erin, ja! Oh, kip z'n thee! Oké, nu moet hij nog de nametag krijgen. Of dat moet... Oh, we hebben er hem. Maar... We hebben hem. We hebben hem. Ik kan geen nametag erop doen, omdat hij in dat dingetje zit. Wacht. Nee. Is mijn karretje weg? Als jij het verpest, dan word ik echt heel boos. Zo, auw. Kip z'n thee erin. Kip z'n thee erin. Auw! Hij wil er niet in! Hij wil niet in zijn karretje! Ga in je karretje! Hij wilde niet in, Robin! Hij vond de naam, maar hij wilde niet in. Laat hem erin gaan. Hij zit erin. Ja? Hij zit erin. Oh, kipzeté zit erin. Oké, okay, komt ie, hè? Oké, okay, okay, ga erin. Nee, Robin! Nee! Wat doe je nou? Oh, mijn deze, wat doe je nou? Ik dacht dat je het helemaal goed had gedaan. Nee, ik was er al mee bezig. Oh. Gelukkig volgens mij... Oh nee, nu moeten we hem omhoog duwen. Heb jij de shulkerbox? Nee, de Minecraft dingen zijn op. Nee. Oh, wat irritant. Oh, wat nou, ga jij even rails halen? Ik zie je zo. Nee, jij, dit is jouw fout. Jij gaat rails halen. Nee, nee, niet doen. We gaan rails halen. Nee, jij. Nee, jij gaat rails halen. Dit is jouw fout. Ja, dit maar... moet weg, zeker zo? Ja, vast wel. Ik maak het pad wel. Oké. Okay. Oh, mijn god. Maar wie doet die rails? Ik heb gezegd dat die rails goed moest staan. Dus jij hebt het fout gedaan. Nee, die rails moest niet erboven. Jij hakte het blokje waar de rails stond. En daar stond hij nog op. Hij moest nog geduwd worden. Jij hebt het fout gedaan. Hoezo heb ik het... Oh, mijn god. Ik haat je echt. Oké, als het goed is, moet hij hier zo meteen eindigen op dit blok. En hij moet zeg maar op die carpet. Dus hij moet gespiesd worden door de chain. En dan moet daar een carpet op staan. Dus hij moet op die carpet terechtkomen? Nee, hij moet op de chain, in de chain vallen. Waar de carpet op staat? Ja. Dus daar moet hij op de carpet.
Ja, en daar plaats je dan weer een carpet op. Oh, gaat het echt. Maar weet je wat mijn zorgen baart? Nou? Oh, nou punt 1 dat ik op de boom span op in de winkelvallei. Ga maar naar mijn basis. Ik heb genoeg minecarts en minerails met redstone torches en zo. Minerails. Minerails. Ga ik doen. Maar in ieder geval, het probleem is dat in de tutorial die ik heb gevolgd, er op het moment dat de endermite in op zijn plekje zat, er honderden endermen spawnden. Ja, dat is dus niet zo op het moment. Nee. Maar dat maakt niet uit, maakt niet uit. Komt goed, als jij snel bent. Oh, nee. Wat is er? Nee. Je hebt hem naar beneden geduwd, hè? Nee. Nee, er is een Enderman op afgekomen, zeker. Hij is dood. Nu hebben we nog niks aan al die dingen die jij betaalt. Wat is er gebeurd? Ja, hij is dood. Ik zat op mijn mobiel. Je zag het gebeuren. Wat is er gebeurd? Ja, ineens. Ik zit gewoon op mijn mobiel en ik hoor zo'n Enderman en ik zie hem doodgaan. Nee. Maar dat betekent dat de name tag ook weg is. Oh, dus je moet ook een name tag meenemen. Oh, wat erg. Neem een name tag mee. En neem zoveel mogelijk enderpuls mee uit je basis. Oh, maar deze. Oh, ik zag het soort van gebeuren. Maak jij vast een hokje. Ja, ik maak. En dat betekent dat we helemaal niks hebben aan al die minerails die jij ophaalt nu, hè? Huh? Want die hebben we niet meer nodig nu. Omdat we het hokje weer opnieuw moeten maken boven. Oh ja. Max, ben jij er weer klaar voor? Ja, poging 2. We hadden hem. We hadden hem. Helemaal goed gewoon. Ja. Waar ben jij dan? Ik ben op de leaves, loop ik nu. Oh, nee, dat zie ik je niet. Oh, waarom zie je me nou niet? Zal ik het water weghalen? Nee, lijkt me niet zo'n goed leuk plan. Kan er een blokje plaatsen? Nee, niet doen. Dan is het water niet, helemaal gewoon weg. Niet vervelend doen. Weet je wat ik wel leuk zou vinden? Nou? Als we deze Enderman farm ook op een keer, wat zeg ik nou weer? Gewoon een keer mooi gaan maken. Hallo? Ja, maar dat is niet belangrijk nu. Niet? Nee. Oh. Oké. Okay. Ik heb trappetjes zelfs er naartoe gemaakt, zodat we er makkelijk op en af kunnen. Oké, dus de rails moet staan. Die staat goed, die staat nu weer op het goed. Blokje, net ook. Niet ja, boven ja, dat het was net dingetje. Ook. Dat was net daar ook gaan nu we. Weer. Ja. Daar gaan we. Ik rename hem. Jij en jij hem. De minecart. Oké, is goed. Nou, daar gaan we. 1, 2, 3. Ik moet even eten. Oh, mijn god. Go. Wat een gezeur, hè? Ja, lekker kunnen we weer. Jij moet denk ik even weg, want het... ja, precies, daar ja. Ik moet weer even eten. Geef mij nou, want jij hebt veel slechte armor hiervoor. Ik heb gewoon geen Enchantments op mijn boots, ja? Doe nou, het duurt te lang. Ja, dan kan ik niks aan doen. Niet op de mine-rail staan. Nou ja. Nee. Nee, ik moet nu echt niet nog een keer gewoon gooien, anders ben ik dood. Geef maar aan mij. Ja. Hier. Jerry neemt het nog steeds. Ja. Oh, ik word helemaal gestoord van dit beest. Dat hij niet inspant. Nou, dat was hem. Heb je meer? Ja, wil jij even doorgaan? Ja, ik ga wel door. Ik heb er nog 16 en dan nog 3. 1, 2... Ja! Rename hem! Rename hem! Hoe heet hij? Hij doet het niet, hij doet het niet, hij doet het niet, hij doet het niet! Spring erin! Hij doet het! Een kip carry saté! Ja! Oh, kijk, en die eronder moet je nu weg. Nu staat hij gelijk goed. Dus nu kan het zo... Zo, als het goed is, kunnen we zo... Hoppakee. Ja, en nou moet hij, ja, en nou moet hij, carpet erboven, carpet erboven, nee, nee! Waarom doe jij zo slecht hierin? Het gaat gewoon niks aan hand, niks aan hand. Niks aan hand. Nee, hij staat niet meer goed. Nee, maar die kunnen we terugduwen. Kijk, ze vallen allemaal naar beneden. Oké, niks aan hand, niks aan hand. Dit kan goed komen, Oké, dat is goed, ik ga hem duwen. Ik ga hem een setje geven. Ja, dat is goed, hè. Oké. Er moet een carpet boven. Er moet een carpet boven, ja. Oké, carpet, die heb ik. Hoe ga ik je carpet boven plaatsen? Hoe doe je dat? Even. Dat kan toch helemaal niet? Wacht even, je hebt het verkeerd gedaan. Wat? Oh, nee. We hebben het weer verkeerd gedaan. Wat is er verkeerd? Nee, we hebben het niet verkeerd gedaan, hè? Wat moet er gebeuren? Hoe moet ik een carpet plaatsen hier? Wacht eventjes. Ja, dan moet zo? Gewoon... Zo? Ja, soja. Oké. Soja, nee, het is geen carry. Het is geen soja. En dan? En nu is hij klaar. Hij is klaar. Heb hem af! Ja. Alleen maar zijn endermens. Kijk, er is daar eentje beneden. Hallo! Ja, dan moeten we... Dan gaan we gewoon even naar beneden. Oké. Maar we gaan het wel op een spannende manier doen. Nee. Oké, daar komt hij. Jij eerst. Niet daar bij... Hé, waarom loopt hij daar op? Er staat een enderman, dat ga ik niet doen. Die slaat me direct af.
Hier, kijk uit. Die slaat me er direct af, die Enderman. Maar wacht eventjes, hoe kan hij daar zijn? Hij kan hem wel op lopen, hij kan alleen niet op spannen. Lopen kan wel, gast, maar hij moet dood. Ja, hij is niet dood op jou, als jij hem dood... Oh, er spannen heel veel Endermans! Oh, mijn god, er spannen echt heel veel Endermans. Wow, het werkt heel goed, de farm. Ik heb zo'n goede tutorial gevolgd. Oh. Ah, Maxi! Oké, pak hem, kill jij hem, kill hem. Alleen hij of dood. Ja. Hij is dood. Oh. Heb je het water wel weggehaald boven? Nee! Kijk hoe goed het werkt! Kijk dit dan! Wacht even, Max. Nee, ik wil mijn design laten zien. Nee, hou op, ik wil mijn design laten zien. Ik slaat ze allemaal in één keer dood. Nee, je slaat ze niet dood. De farm werkt! Wat een goede farm dit! Max, kijk. En weet je wat nou handig is? Moeten we het nou? Kijk, als je wil dat die enderpearls weggaan, gaan ze zo gewoon weg. Daag! Oh, dan vallen ze allemaal naar beneden. Maar dat zijn zonden van enderpearls, of niet? Oh, dit is een prullenbakje, dit hier. Ja. Oh. Moeten we alleen niet even... Ik wil meer veiligheid hebben over deze brug. Ja, we moeten dit... Ja, dat komt wel. Oké, dat is niet belangrijk voor nu. Oh. Je kan er gewoon trouwens instaan. Zolang je ze niet aankijkt, sla je ze toch in één keer dood. Ja, maar kijk, je kan nou, hier ook hoe nog... Kijk goed dit werkt. Nou ja, goed werkt. Ik zie helemaal niks. Hallo? Ik wat? Oh, daar komen ze! Ah! Hij werkt goed, Robin. Nee, want ze staan daar nog boven, dus hij staat... Dan kloppen de trapdoors niet. Oh, komt er één. Huh, maar hoe ik kan dat? Dat ze is omdat hij gedraaid is. Oh! Ik had wel dat hij gedraaid is. Hij werkt goed genoeg, in ieder geval. Nee, hij werkt niet goed genoeg. Ja, ik ben er tevreden mee, Robin. Ik vind het prima. Ik ga nu alleen... Kijk dan hoe goed dit werkt. Kijk dan! Hier, ze blijven maar spannen. Dit werkt prima, ik vind het mooi, nee, ik kijk, kijk. Wat? Ik werk niet. Ik vind het goed genoeg, ik ga er vandoor. Ik ga weg uit de nether. Of uit de end. Nou, ik ga hem verbeteren. Ik ga dit pad ook verbeteren. Ja. En dan wens ik jou een hele fijne voortzetting. Dankjewel, ik heb goed geholpen. We kunnen hem nu altijd gebruiken. Ah, wat doe jij hier? Ik ga weg hier, doei. Ik ben weg, ik vind het veel sterk op deze brug. Doei! Ik vind het niet leuk, joejoe! Goed, jongens, we zijn weer veilig aangekomen in mijn basis hier bij Piratenland. Oh, wat ben ik blij om weer terug te zijn. Laten we even troep opruimen. De farm werkt uitstekend, althans uitstekend. Hij werkt prima, waarschijnlijk zijn er een paar foutjes die we gemaakt hebben, maar dat kunnen we wel fixen. Ik moet even mending op mijn helm en op mijn schoenen zetten, zodat die gerepareerd kunnen worden. Zoals je kan zien, zijn mijn broek en chestplate inmiddels door een beetje met die farmklooien alweer helemaal hersteld. En dat ga ik waarschijnlijk in de volgende aflevering of even buiten de opnames doen. Dat is natuurlijk niet zo bijzonder. Het is in ieder geval een groot succes. Maar goed jongens, dat is alles waar ik tijd voor heb vandaag. We hebben leuke kraken gebouwd. We hebben een Enderman farm gebouwd. En we gaan veel andere leuke dingen doen in de aankomende afleveringen natuurlijk. Hoef niet aan kapitein Snavel! In ieder geval van nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. En vergeet zeker even niet te abonneren. Ben je tot dit punt in die video gekomen en je bent nog niet geabonneerd? Waarom? Slaat helemaal nergens op. Ben je wel geabonneerd? Goed zo. Kijk even lekker deze video. Dit is ook een hele leuke video om te kijken. Dit is volgens mij zelfs het vorige content van één deel. Dan moet je die zeker even kijken als je die nog niet hebt gezien. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, telt, vier, flesje bier. Ahoy. Papa, gooi.